Kijk. Dat is een beetje vol te houden, hè? Ja, ja. Dat is wel oneerlijk verdeeld, hè? Wieso? Nou ja, als we het een beetje genderneutraal willen houden. De minderheid, hè? Ja, hoe huur steek ik mee? Ready? Ah, bij hem. Ja. Oké. Okay. Braaf langs een dan. En van wie is het een boot, van dicht? Ja. Een lekker bootje. Ja. Of niet? Fijn vertoeven, hè? Altijd gewild, een boot. Ja. Ja? Camping in Kessel. Oh, hoe ver vaart ze van Kessel nog heen? Hoe lang duurt ze nog over? Ja, dat is niet, hè. Lekker aan je helder zijn geisen. Ja, maar dan moet ik ze niet overal. 20 minuten is, had ik gezegd. Ja, 20 minuten is zoiets, hè. Of 2 minuten. Ja. Maar Hesse op de bak, ik kom er even bij zitten. Hesse, Kun je zwemmen? Ja, dat zie je wel. We hebben toch nog eens een keer een leuke uitzending. Is er nog een plek op de camping? Ja, ja. Een jonge plaats of zo? Ja. Wie al wist ik? 30. 30? Jonge plaats op de camping, ja. Eigen boerd. Ja. Wat doet ze voor werk? In het grondverzet. In het grondverzet? Ja. Maar het is vandaag dinsdag. Ja, bovak. Het is vakantie. Het is bovak, hè. Ach, veld grondverzet ook onder de bouwvak tegenwoordig. Wegenbouw. Ja. Ah, wegenbouw. Maar dat is wel hard werken voor de kreeg, of niet? Ja, daarom, hè. En iedereen in vakantie, vrij? Zeker. Vakantie. Bouwvak? Bouwvak, ja. En hoe kent ik elkaar van? Van vreugde, ja. Van de basisschool al. Dus, Allemaal van Kessel. Ja. Ja. Maar je ziet allemaal van Kessel. Ja. Sorry. Want ik wist de import. Ja, import uit Brabant. Ah! Ja. Waar komt de gij vandaan dan? Ja, Overloon. Oh! Valt mee, hè, dat is de grens. Ja, dat is een grensgevalletje. Ja. Grensgevalletje. Hey, en doen lekker de ganse dag het water op. Ja. Heb je het drankje mee? Ik maak het erop. Hey. Maak erop. Kom maar verzetten. En dan kan er niks gebeuren. Nou! Ja. Maar er zit nou toevallig even nemen zin, dus je ziet gewoon nog weer kwijt geraakt zeker. Maar er zit nog één. Ja, dat is draaf gekregen. Maar hier mogen we ook. Ik heb mijn tuin door de lip gekregen daardoor. Serieus? Ja. Nou net? Nou net gebeurde, ja. Oh man. Ja. Maar wie is er de roetvloos? Ja. Dat ben jij op me. Dus het gaat gewerken. Oh, dus dit ging ze als eerste. Nee, hij ging als eerste, maar de nog ligt er achteraan. En dit was eigenlijk op zijn lip terechtgekomen. Ik heb niks gemerkt. Ik wel. Ja. Hé, hey, nou zo sticht er het meisje Veurling goed van Het meisje Veurling? Dat is geen geveur uiteindelijk. Nee. Het, nou ja, goed. Eén is twee pielen en een doetskop en zo. en dan zo sticht dat geveurlijk een veuroordeel is. Ja, dat valt toch wel met. Nee, maar... Ik heb wel zo leken. Wat is de gedachte erachter? Vertel. De gedachte erachter? Ja, gans vol. Ja, ik vind het goed zo. Het bros met mijn slief. Met deze, zeg maar. Of ja, vroeger met dit. Dat is werken nu van AJ en Kessel. Is dat met Bami of met Nassi? Dat is met Nassi. Oké. Okay. En toen kwam dit. En toen zag ik eigenlijk in de tattoo shop. En toen hoorde ik ook gelijk over lachen voor de bos. Dus ja, dan ga je het vanzelf door. Zo geet dat. Hey, en ik noem ze een sleeve. Dat is dus eigenlijk een mouw, de ganse arm. De ganse arm voor, ja. Maar ik vind de figuur deze boven, of dit vind ik wel ruig. Was dat een idee van de tattoo-man of van ikzelf? Ja, van de tattoo-man. En ik vond het wel een leuk kleedje. Dus dan kreeg je dat dan. En dan ja, dus is het zelf al, terwijl ik bij de tattoo-man word. Toen begon hij al te filosoferen over de borst. Ja, en hij zit vleugels, dat ziet schoen uit. Dus ik dacht, oh ja, knallen maar vleugels op. En toen twee bielen erbij. En toen hij ging nog een gaten en toen kwam de schedel erbij. Dus zo geet dat. En het past een beetje bij deze stijl, zeg maar.
als die vleugels nog achterop hadden gezeten, dan had je mensen die nog kunnen verwarren met een engelke. Ja, dat is een goede deur. Engel andersom, hè? Is dat bengel dan? Oh, nee. Dat is eigenlijk een engelke, ja. Ja, ik ben doet toch niks verkeerd. Maar is het nou kloor? Ik heb nog wel gebied, maar wat weet je? Er was een beetje ideeën voor opnemen. Dus als je best gaat, oh, dat pleintje is dus al gaan aansparen. Onderweg, ja. Onderweg is dat. Ja, onderweg. Alleen kan erop. Oh ja, dat is. Ja! Kijk wat er is. Ja, de kinderen nog vandaag nemen we verstrooid natuurlijk. Ja, alleen nog met t-shirt natuurlijk. Lang mogen. Ja, maar dat is een idee. Ik vind dat een goed idee. Ja, dat vind ik ook wel. Ja. Mocht je even over nadenken, maar. Ja, maar het is wel, het is priesig, hè. Als we een fatsoenlijke donders hebben. Dat kost wel geen geld. Kan zo een leuk buurtje van Koerpen, denk ik. Ja, ik denk dat er wel een leuk buurtje van King open, ja. Hé, maar dat is een kajuitje. Ja. Kan ze op slopen? Ja. Doe ze dat ook wel eens? Ja. Nee. Niet? Zijn je alleen voor rond te varen, een beetje. Het is niet zeewaardig. Nee, maar dan zoeken ze eventueel over de stroompjes. Ja, dat wel. Maar nog nooit gedaan. Nee. Dus, dan zit ze weer op zout water, hè? Ik vind den boer niet zo fijn. Ja. Hey, wie lang is ze hem nou? 3 jaar. 3 jaar. En was dat precies hetgeen wat ze nou op zoek was? Qua boerd? Nee, eigenlijk liever een open neus. Ik kan ze zich weg een beetje verdelen, hè? Ja. Ik kan ze ook nog wat lui neerzetten. Ja. Dat is wel die was er iets minder mee wil sproten, maar Joey in de dag wil zetten. Dat is wel onrendbaar. Ja. Hey, en wie eindigt nou vandaag? Wordt er nog een barbecue tegenaan gemoet? Ja, dat is ook een plan. Op de camping? Op een andere camping. Ja. 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 Andere camping, ja. Of is het jou op de camping? Ja, ongeveer op de camping. Maar niet op een waterspot. Nee. Hey, maar je kent elkaar al van de Liegerschool? Nou, eigenlijk Gijs, ik kom van Kasselijk. Ik ben allemaal van Kassel. En ik ben ook van Bels. Eigenlijk zijn we naar Belse show gegaan. Middelbaar. In Maaseik. In Maaseik. Dat was met de Kieten. Ja. En zo is het allemaal een beetje samengekomen. En de Kiet stond in Kassel of in Eik? Op het begin in Eik, later nog in Kassel. Oké. Okay. Oog aan de Maas. Kier aan de Maas. Kier aan de Maas. Ja. Hey, Gijs, ik ben nog 30. Ja. Je zit dus allemaal een beetje in die leeftijdscategorie, ja, denk ik. We hebben niet, hè? Bijna. Ik kan niet. 2 jaar over 10. Wie kijkt ze terug nou rond die 30ste op den tiet met de Kier? Wat wordt dat voor een tiet? Had je dat willen missen? Nee. 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 Dus nu kijk zo, denk ik dat ik een hoop bouw heb missen. Dus is het nergens meer. Of minder. Nee, wel minder is, ja. Want ik heb wel eens dukken met mensen gepraat die ook vroeger, zelfs in de jaren 70, ook een keer het haaien. En die zeggen dat het een... dat heeft me ook wel gevormd. Tot de persoon die ik nu ben. Want het is natuurlijk ook sociaal. Oh, zeker. En ik heb ze ook nog minst tegen natuurlijk. En de andere keer dat de geest was ik. Betaalbaar. Goedkoop, joh. Ja. Komt voor dan de losgelijk naar 40 cent meer betaald. Ja. 40 cent van de jegerbeer. Ja, jegerpils. Jeger, ja. Jeger, met de C-doezen te. Met de fietskerren. Jegerpils? Ja, het hoesmerk van de C-doezen toen. Ja. Kost geloof ik 3,50 voor een ganse krat. Dat Holger toch? Ja, Holger. Maar ja, als ik die met dat bliks gezien, dan helst ik sowieso niet van beer of al. Ik heb het niet gehoord. Ik drink alles. Dat is het enige wat gekoeld verkocht wordt. Ah, kijk. Dat is het. Ja. Dat is een coolbox. Ja. En de kajuit. Ah, kijk, is dat ding toch nog niet goed voor. En dat hangt aan de stroom. Nee, elementen. Nou, dan moeten we ook hangen dingen mee kunnen. Dus, ja. Ja.
En toch dat handig dat er ook nog mensen zien die een beetje van de EHBO zien. Ja, zeker. Hey, kent ook skijachter dat ding? Ja. Liggen ze hier ook in de keer uit? Ja. Nee, die hebben we opgeborgen. Nee, ken ik al. Maar dat liep me gewoon gaaf. Ja. Als de korte box aangaat, hij zo wie mits, dan ja, hij misschien wel een hele kamer. Ruilen, ja. Ruilen.